Dag dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin over de natuur. Deze keer zijn we in Kohan, in het Zwanenveldsgat, een plekje waar we al vaak zijn geweest. Dat is ook alweer een tijdje geleden. We gaan gewoon even weer kijken wat er allemaal hier te beleven valt. En met het prachtige weer levert het natuurlijk ook weer prachtige beelden op. Wat er dus te beleven valt en ja, dat soort dingen. We gaan gewoon even lekker een kijkje nemen en we zien wel wat we tegenkomen. En dan zijn we hier weer in een prachtig bos beland, bosrijk gebied beland. Hier zie je allemaal kapotte bomen. Die zullen waarschijnlijk wel door de bliksem zijn getroffen of wat dan ook. Of zo zijn gesloopt. Maar het lijkt er meer op dat het gewoon door de natuur komt. Hier heb je er wel meer, maar het laat het gewoon staan. De natuur doet zijn eigen werk. Dat is natuurlijk ook het leukste als je dat soort personen hebt die bijvoorbeeld van natuurbeheer zijn. Staatsbosbeheer bedoel ik, zijn. Ja, gewoon denken van we laten het allemaal mooi zo als het gewoon maar veilig blijft. En de rest ruimen ze natuurlijk gewoon mooi op. Dan zien we hier een soort beeldhouwwerk uit de boomstam. Ziet er heel leuk uit. En hier achter mij ook een leuk beeldhouwwerk waar het allemaal moet voorstellen. Lijkt net een paddenstoel of zo. Dus laten we het daar maar op houden. Ziet er ook hartstikke leuk uit. En men vindt hier op het Zwanenveldsgat ook heel veel van dit soort paaltjes. Ook wel het kabouterpad genaamd, het is gewoon een fiets- of een wandelroute. Je komt ze in alle soorten en maten tegen en ook in alle kleuren. Dit is dan weer een groene, bijvoorbeeld. Ziet er leuk uit, dus als je daar zin aan hebt en je bent hier toevallig een keer in de buurt, ga even naar Zwanenveld gaat en bewandel of befiets deze route. Het is de moeite waard. Tussen al deze takken en alles boven vind je natuurlijk ook bepaalde struikjes, onkruid en bloemetjes. Het is een geweldige gele pastiebloem die we hier zien. Wat dit is, heb ik geen flauw idee. We noemen het maar gewoon lekker onkruid. En dan zien we hier ook nog een paar passiebloemen. Hier nog een mooi struikje hier. Het ziet er wel leuk uit. Moet kijken hoe hoog deze bomen zijn, jongens. Allemaal dennenbomen, sparren. Ziet er hartstikke leuk uit. En het ruikt hier ook gewoon hartstikke lekker. Zie je bijvoorbeeld eens een omgevallen boom. Dus laatst is er nog een enorme onweersbui geweest, laten we zeggen 3 weken geleden, nu ik dit opneem. En het zou zo kunnen zijn dat deze boom ook daardoor getroffen is, als het hier heeft plaatsgevonden, want het is vaak alleen maar lokaal natuurlijk. Maar dit is dus een omgevallen boom, kan dus door ontworteling zijn gebeurd, dat hij gewoon dood is gegaan, onweer of gewoon hevig storm. Bijvoorbeeld, we gaan nu weer een stukje verder. Dan zien we hier ook nog gewoon een beulhouwwerk van een uil. De laatste keer dat we hier waren was dit er allemaal nog niet, dus ik denk dat dit gewoon sinds kort hier allemaal staat. Ziet er hartstikke leuk uit, ik vind het de mooiste. Het staat gewoon op zo'n boom staan, kijk jongens. Hartstikke leuk hè. We hebben hier welbekende brandnetelstruiken natuurlijk weer. Als je met je vinger eraan komt, nou, dan ga je dus een blaar krijgen. Dan krijg je natuurlijk weer jeuk. Zorg er even voor dat je een bepaald paardenbloemetje vindt. Nou, die vinden we hier dan weer net niet. Dat is dan net jammer. Maar ook met bepaalde onkruid, bepaalde grassoorten. Lukt het ook nog wel eens om dat tegen te gaan. Dat je er dus minder last van hebt. Of dat er gewoon de pijn of de jeukerij weg is. Dan zie je hier ook nog geweldig. Hier het lijkt toch gewoon bijna helemaal kaal. Of het bijna helemaal gewoon uitgestorven is. Maar ja, hier zijn gelukkig nog heel veel andere bomen die hier al jaren staan. En hier ook geweldig een stukje ondersteboven gegaan. Nog net niet helemaal. Hartstikke goed, jongens. Oké, ik laat jullie nog veel meer zien van Zwanenveldgat, Kohan. Dan hebben jullie hier nog allemaal vingerhoedskruid. Daar zit nog een lieve heersbeestje bij op. Vingerhoedskruid is een plantje waar voornamelijk bijen zich in nestelen, zeg maar, zoals hier, zoals jullie hier zien. Om honing of nectar eruit te halen en zo naar de honingteler te brengen. En daar dan honing van te laten maken door de mensen. Daar zie je nog even kijken hoor. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo van veraf. En daar nog 2 vlinders. Hartstikke mooi. Ze vallen er wel een beetje op. Bovenop de passieve bloem. Hartstikke leuk. En hier heb je allemaal bramenstruiken. Die zijn weer aan het die zijn weer aan het rijpen, bedoel ik. Mijn excuus. En als ze groen zijn, zijn ze nog helemaal niet eetbaar. Zijn ze rood, dan zijn ze in het gevormd stadium.
En zijn ze dan donkerblauw, slechts paars, dan kun je ze gewoon lekker plukken en lekker opeten. Dat zal pas zover zijn als het augustus september is. Hartstikke leuk. Zo, dames en heren, ik heb jullie alvast wat moois laten zien. Leuke stukjes, leuke struikjes, leuke bloemetjes, leuke boompjes. En vinden jullie tot nu toe dit een leuke video? Geef dan even een blauw duimpje omhoog op YouTube. En abonneer even op mijn YouTube kanaal Robin Alberts. Dat kan je hieronder doen. Heb je in de tussentijd tips, vragen of suggesties voor mij? Mail me dat dan even naar robin136alberts@hotmail.com. Nogmaals, robin136alberts@hotmail.com. We laten jullie nog veel meer zien. Ik zou zeggen, kijk gezellig met ons mee. Zo, dames en heren, daar zijn we even aangekomen aan de rand van een leuk spiegelend meertje. Hier achterin zit er ook een grote zwemvijver bij aan vast. Daar kan men gewoon lekker eventjes zwemmen, even lekker afkoelen. Dat wordt nu momenteel ook gedaan vanwege het mooie zomerse weer, hoge temperaturen. Hier kan het geloof ik ook, het ziet ook een beetje uit als een klein strandje hier zo. Nou, ik zou in dit gedeelte niet willen zwemmen, maar daar achterin maakt mij dat echt niet uit. Ik denk dat dit meer zwemwater is dan dit, zeg maar. Maar ja, er zijn al vast wel mensen geweest die zeg maar, dat wel doen. Hier een prachtige bomen hier zo, die hier mooi verdeeld staan. Daar kregen we weer prachtige beelden van natuurlijk. En ja, hier ook allemaal leuke struiken en ja, allemaal struikgewasjes bedoel ik, ja. En ja, ziet er wel hartstikke leuk uit hier. En ja, genoeg te zien, genoeg plezier, genoeg te beleven. Daar zie je nog de golven van het water door het zonlicht op die takken. Ziet er ook heel leuk uit, geeft ook wel een leuk sfeertje, vind ik altijd. En dan zijn we nu ook weer aangekomen, dames en heren, om jullie weer een prachtige random te laten zien van Zwaneveld gaat hier in het mooie Koham in Groningen. En ik zou zeggen, ga er gezellig voor zitten en beleef het met ons mee. Hebben gevonden. Zijn jullie nou nieuwsgierig geworden naar dit bos en wil je daarvan meer zien?
Kom dan vooral een keer langs. Zwanenveldschaat, Koham. Ook kunnen jullie mijn andere natuurfilmpjes aanklikken op YouTube. Robin over de natuur, Zwanenveldschaat, Koham. Daar ben ik dan te vinden op andere plekken van dit bos. Maar we laten jullie natuurlijk Noord alles zien. Daarvoor moeten jullie gewoon lekker langskomen. Dan zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze Robin over de natuur. Wil je nou meer van mij zien? Kijk dan even op mijn YouTube kanaal Robin Alberts. En zie alles en nog wat. Natuurfilmpjes, studioopnames, eigen liedjes, videoclips. En ga zo maar lekker door. Genoeg kijkplezier voor heel veel uurtjes. Binnenkort zijn we wellicht weer ergens anders. En hebben jullie in de tussentijd tips of suggesties voor mij? Neem me dat dan even naar robin136alberts@hoppen.com. Tot de volgende keer. Het is zo'n heerlijk gevoel, het geeft mijn leven weer een doel.